Gooi lekker alles op slot. Gooi heel Nederland op slot. Nederland wordt alleen maar bozer. En wij gaan winnen. De demonstranten zijn vanavond weer uitgerukt omdat er bekend is gemaakt dat de mondkapjesplicht weer terugkomt en ook het QR-codebeleid weer zal worden uitgebreid. En daar zijn deze demonstranten allesbehalve blij mee. Goedenavond. De leugens verspreiden van Nederland. Over 10 minuten begint de persconferentie en de mensen zijn er klaar voor. Er wordt ontzettend veel geluid gemaakt en de sfeer is niet per se heel gezellig. Voelt u zich momenteel dat over 10 minuten bekend gaat worden gemaakt dat u nergens meer heen kan? Het maakt me niet uit hoe ik me voel. Wat het belangrijkste is, dat wij samenkomen door de week in Den Haag en in het weekend in Hilversum. Wij moeten opstaan voor de kinderen, want de kinderen kunnen dit niet voor zichzelf. Wij moeten de boeren helpen, wij moeten de scholen verdedigen, wij moeten de verenigingen verdedigen. Iedereen moet vrij kunnen zijn. Ben je een ramptoerist of ben je een demonstrant? Ik ben er gewoon een beetje voor de gezelligheid, om eerlijk te zeggen. Kijk, we zijn met zoveel mensen en we kunnen misschien niet feesten. Maar ja, ik zie zoveel mensen, dus ik dacht ja, feestje, gratis. Dus we maken er gewoon wat leuks van. En niet lopen schreeuwen naar iedereen, maar je moet hier gewoon een feestje van maken. Wat vind je ervan, van de maatregelen die nu worden aangekondigd? Nou, buiten dat ik de maatregelen schandalig vind, vind ik ook weer de politieaanwezigheid schandalig. Als je ziet wat er staat, dan kan je een oorlog mee winnen. Iedereen die hier nu staat, die heeft eigenlijk gewoon fucking veel schijt aan de overheid, om het zo te zeggen. Want is... En dat is iets goeds, schijt aan de overheid? Goed, dat is iets uit je zak. Je moet het niet doen uit je hersens, maar uit je hart. Gooi lekker alles op slot, gooi heel Nederland op slot. Nederland wordt alleen maar bozer. En wij gaan winnen. Denk je dat je gaat winnen? Want het heeft tot nog toe niet zoveel opgeleverd. Nou ja, de massa die groeit. Heb je niet zoiets van, ja, weet je, als we straks echt niks meer kunnen, geen sportscholen meer in, geen getrassen meer op, zet die prikken maar in? Nee, die situatie hebben we vorig jaar ook gehad. Wij zetten geen prik erin en wij gaan gewoon ook de straat op. En welke beperkingen dat ze vanavond ook opleggen, wij staan zondag weer op het Malieveld. De politie is bezig met de linie zoveel mogelijk naar voren te schuiven. Het wordt er niet gezellig. De politie is bezig met de demonstranten de andere kant op te duwen, maar ze werken niet volledig mee. Even in één zin, vanavond voor u in één zin, de persconferentie, deze demonstratie, in één zin graag. Ik heb het niet gezien, ik weet niet wat voor onzin eruit gekraamd is. Stop het sociale creditsysteem, kankerjoden! Kanker dit, kanker dat. Blijkbaar in Den Haag is dat normaal, maar vroeger zeiden ze krijgt de kanker in je nek. Dus ja, hier!